Zeg, Barbara, roept Bas met een stapel reclamefolders in zijn hand. Dit is nog eens een buitenkansje. Bas leest tegenwoordig alle reclamefolders die bij hem in de bus vallen. Want in deze tijd van bezuinigingen moet je prijsbewust worden, vindt hij. Wat is het? Vraagt Barbara. Voordelige aanbieding? Een nieuw soort tandpasta, zegt Bas. Dentofort. Daarin zit een nieuwe uitvinding tegen tandbederf, staat hier. Fluidol. Als je nu maar voor en na het eten en ook bij het naar bed gaan en opstaan hiermee je tanden poetst, dan hoef je praktisch nooit meer naar de tandarts. Nou, zegt Barbara lachend, nooit meer naar de tandarts. Dat zal je wel aanspreken, denk ik. Maar als ik het goed uitreken, betekent het wel dat je dan 8 keer per dag je tanden moet poetsen. Dus is een tubetje gauw leeg. Hoeveel kost het eigenlijk? 4 gulden per stuk, zegt Bas. Maar ja, dat mag ook wel als je nooit meer naar de tandarts hoeft. Want dat is voor een kleine zelfstandige als ik tegenwoordig ook niet meer op te brengen. Nou, toch vind ik 4 gulden voor een tubetje tandpasta wel wat veel, hoor, zegt Barbara. En je moet nog maar afwachten of het bij jou afdoende werkt. Ja, maar wacht eens even, zegt Bas. Ik heb nog niet alles verteld. Bij wijze van introductie hoef je bij aankoop van 10 tubes er maar 8 te betalen. Dan krijg je dus 2 tubetjes van 4 gulden helemaal gratis. Dat is maar eventjes 8 gulden winst. En koop je er 20 tegelijk, dan verdien je maar liefst 16 gulden. Eens even uitrekenen. Hoeveel tubes moeten we nou kopen om bijvoorbeeld 200 gulden winst te maken? Eens even kijken. Dat zijn er, als ik het goed heb, 250. Nee, zegt, dat is niet te geloven. 200 gulden winst op 250 tubetjes tandpasta. Dat is een goede business. 200 gulden, zegt Barbara ongelovig. Ze kan er niet helemaal bij, hoewel ze weinig kan inbrengen tegen het rekensommetje van Bas. Dat doen we, zegt Bas. Je ziet, als je beschikt over een goed zakelijk gevoel en je gebruikt je verstand een beetje, dan ligt het geld nog steeds voor het opscheppen. Ja, maar wat moeten we met al die tandpasta? Vraagt Barbara niet zonder ongerustheid. Nou, gewoon gebruiken, zegt Bas, totdat het op is. En wat de ruimte betreft, de zolder is groot genoeg. En zo gebeurt het. Nog voor het vallen van de avond ligt de complete voorraad Dentofort uit de verschillende winkels van het dorp keurig opgeslagen op de zolder van Bas en Barbara. Het kost anders wel een smak geld, hoor, verzucht Barbara als het karwei geklaard is. Ah joh, dat lijkt maar zo, zegt Bas. In werkelijkheid hebben we in een paar uur tijd mooi 200 gulden verdiend. En dat is niet niks. Zal ik je eens wat vertellen? We kunnen nog veel meer geld verdienen, als we maar op de koopjes letten. En zo kan het gebeuren dat Bas zijn oog een paar dagen later laat vallen op een aanbieding van een bekend merk toiletpapier. Hoepla. Sterk en toch zacht. Normaal 2 gulden per pak en nu tijdelijk voor de halve prijs. Met als extra attractie bij de aankoop van 10 pakken een kinderpo gratis. Barbara, zegt Bas enthousiast, we gaan weer geld verdienen. 1 gulden per pak winst. Een paar honderd pakken luxe toiletpapier kunnen we er nog best bij hebben op zolder. En bovendien hebben we het dagelijks nodig. Dus wat extra toiletpapier is nooit weg. Ja, en al die kinderpotjes dan? Vraagt Barbara benauwd. Nou, zegt Bas, daar kun je toch prachtig je planten in zetten? Na het hoepla toiletpapier komt het superkrachtige wasmiddel Stropdash in een voordelige aanbieding. 1 theelepel in je was is al voldoende. Dus dat betekent dubbele winst. Alleen de opslagruimte begint nu toch een beetje een probleem te worden. Ook alle lege plekken in de woonkamer moeten nu worden benut. Maar Bas ziet steeds meer mogelijkheden om op deze manier geld te verdienen. Na het wasmiddel komen de pakken macaroni van het merk Ellepijp, de flessen bruine bonen van Hik en de potjes jam van Smero, pakken snelkookrijst van Onkel Tom, totdat er echt helemaal niets meer bij kan. Het hele huis is volgestouwd met voordelige aanbiedingen. Als ze op een dag tussen alle glazen, potten en dozen net nog een plekje konden vinden om thee te drinken, moet Barbara toch iets van het hart. Weet je wat ik nou niet snap, zegt ze. We hebben kapitalen verdiend volgens jouw berekeningen. En toch hebben we geen rode cent meer over. Morgen kan ik niet eens naar de winkel. Oh, dat hoeft eerst volgende jaren ook niet meer, zegt Bas. Dat is nog een extra voordeel. Je hoeft jarenlang geen boodschappen meer te doen. We hebben alles in huis. Ja, maar dat betekent wel dat je voorlopig niet veel anders op je bord krijgt dan bruine bonen. Met rijst toe, zegt Barbara. En jarenlang rozenbotteljam op je brood. En niks anders. Ja, daar had Bas niet zo gauw aan gedacht.
Hij is een liefhebber van bruine bonen. Maar alle dagen bruine bonen is nou ook weer niet zo lekker. En het is maar te hopen dat de ratten en de muizen er geen lucht van krijgen dat het hier een pakhuis is geworden, voegt Barbara eraan toe. Nou schrik pas toch wel een beetje. Dat zit er natuurlijk dik in, dat zijn huis de komende jaren wel een muizenparadijs zal gaan worden. Nou, en gezelliger is het er hier ook bepaald niet op geworden, zegt Barbara zeer terecht. Nee, ook dat moet Bas toegeven. En ik vraag me nu toch ook af of je op deze manier echt geld kunt verdienen, besluit Barbara. Door alleen maar te kopen raak je je geld alleen maar kwijt. Volgens mij verdien je pas wat als je iets met winst gaat verkopen, net als de winkeliers doen, bij wie we al die rommel hebben gekocht. Dat zeg je me wat, roept Bas uit. Dat is een idee. We verkopen de hele handel met winst. Nou, dan is ons kostje helemaal gekocht en kunnen we gaan rentenieren. Maar ja, je begrijpt wel dat dat gemakkelijker gezegd is dan gedaan. Want Bas kan zijn spullen aan de straatstenen niet kwijt. En het eind van het liedje is dat er een marktkoopman aan te pas moet komen die de hele handel voor de helft van de prijs van Bas overneemt. Toch is iedereen dan gelukkig. Bas, omdat hij de rest van zijn leven niet alleen maar bruine bonen hoeft te eten. Barbara, omdat ze weer rustig kan slapen zonder benauwde dromen van muizeninvasies. En uiteraard ook de koopman, omdat die uiteindelijk de winst in zijn zak kan steken. Het enige wat van de voorraad achterblijft zijn de kinderpotjes. Die zullen Bas en Barbara nog jarenlang herinneren aan het succesvolle zakenleven van Bas. Nou, als je vlug van je geld af wil komen, dan weet je wat je doen moet, hè? Dan heb je wel gezien. Dan moet je doen zoals Bas. Je ogen en je oren openzetten voor alle reclame die er gemaakt wordt. En dan is het zo gebeurd. Nou, ik denk niet dat jullie zo dom zullen zijn als Bas. Maar dat neemt niet weg dat jij en ik, wij allemaal, toch behoorlijk door reclame beïnvloed kunnen worden. Soms meer dan wat je je bewust bent. Daarom wordt er natuurlijk ook zoveel reclame gemaakt. Hoe doen die reclamemakers dat nou? Dat doen ze door je gedachten te beïnvloeden en je gevoel. Want ze weten dat wat je denkt en wat je voelt een grote invloed heeft op wat je doet. En daar maken ze goed gebruik van. Ik zal je nog even een ander tekeningetje laten zien. Dan kun je zien hoe dat werkt en dan snap je het nog beter. Kijk, de grote cirkel stelt je lichaam voor. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat je lichaam het huis is waarin je woont. Samen met je gedachten en je gevoel. Dit ben je dus zelf, je ik zou je kunnen zeggen. Of je geest, zo heet het officieel. Die behoort de baas te zijn in huis, terwijl je gedachtenleven en je gevoel de knechtjes zijn. Met je gedachtenleven kun je allerlei dingen bedenken, leren, onderzoeken en ook plannen maken. Je zou het ook je verstand kunnen noemen. En je gevoel zorgt ervoor dat je blij kunt zijn en ergens zin in kunt hebben. Maar ook dat je verdrietig kunt zijn en boos en driftig kunt worden en nog veel meer. Goed. Laten we nu eens gaan kijken hoe dat allemaal werkte bij Bas. Toen hij die reclame las van Dentofort. Je weet wel, die tandpasta. Nou, via die reclame kwamen er ideeën bij hem naar binnen. Ideeën van de handige reclamemakers van Dentofort. Tandpasta met een nieuwe uitvinding waardoor je nooit meer naar de tandarts hoeft. En daar ging Bas over nadenken. Nu is het zo dat je gedachten altijd een grote invloed hebben op je gevoel. Dus, wat was bij Bas het logische gevolg van de gedachte dat hij nooit meer naar de tandarts hoefde? Ja, een heerlijk enthousiast gevoel natuurlijk. Hoi, 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 nooit meer naar de tandarts. Kopen die tandpasta. Ho, ho, zegt het ik van Bas. Nog even nadenken. Hoeveel kost het eigenlijk? En weer zorgen de reclamemakers voor een aantrekkelijke gedachte. Het kost 4 gulden een tube, maar als je er 10 tegelijk koopt, hoef je er 2 niet te betalen. Een korting van wel 8 gulden. Nou, die gedachten missen zijn uitwerking ook niet op het gevoel van Bas. Het enthousiasme wordt niet alleen groter, maar er komt ook een begeerte bij naar het verdienen van veel geld. Het steeds sterker wordende gevoel maakt dat Bas zijn gedachten nu hard laat werken om gauw uit te rekenen hoeveel tubes hij moet kopen om 200 gulden te kunnen verdienen. En van de uitkomst van die rekensom
wordt het enthousiaste en hebzuchtige gevoel nu zo sterk dat zijn ik niets anders meer kan doen dan ja zeggen. Met het bekende gevolg. Nou, dat voorbeeldje van Bas was natuurlijk wel een beetje overdreven, dat snap je wel. Maar je kunt gerust zeggen dat hij de enige niet is die er last van heeft, dat zijn gevoelens hem meeslepen en hem de baas worden. Nee, was dat maar waar. Want ik denk dat jij er ook wel eens last van hebt. En dat heus niet alleen door reclame. Moet je maar eens kijken naar het voorbeeldje van Willy, want dan begrijp je precies wat ik bedoel. Hij heeft pas met zichzelf afgesproken dat hij nooit meer ruzie zal maken. Maar nu heeft hij net een briefje gekregen. Wat is er van binnen allemaal precies gebeurd? Toen hij in het briefje keek, kwam de inhoud bij zijn gedachten naar binnen. Die gedachten veroorzaakten een nieuwsgierig gevoel. Wie zou dat briefje geschreven hebben? De gedachten kregen toen de opdracht het uit te zoeken. En het antwoord werd gevonden. Kareltje is de dader. En de gedachte aan Kareltje maakte gevoelens bij hem wakker van boosheid en verontwaardiging. Wat een smeerlap. Dat moet je naar betaald zetten, zegt zijn gevoel. Nu is er nog een beetje weerstand, omdat er was afgesproken dat er geen ruzie meer zou worden gemaakt. Maar het gevoel van boosheid is veel te sterk. Daardoor moeten de gedachten gaan bedenken hoe Kareltje het beste kan worden afgestraft. Een flink pak slaag, zeggen die. En bij die gedachten is het gevoel niet meer te houden en wordt Willy meegesleept en geeft toe. En nou zit hij met de gebakken peren. We zullen hem maar niet vragen wat hij nu denkt en voelt. Nou, zo gaat het vaak met goede voornemens. Als je gevoel de leiding neemt, dan komt er van die goede voornemens meestal niet veel meer terecht. En je gedachten worden er ook door meegesleept. En die worden dan alleen nog maar gebruikt om je gevoelens goed te praten of de zin van je gevoel te doen. Maar zijn er dan geen goede gevoelens? Die zijn er toch ook? Kun je je daar dan niet door laten leiden? Nou, je moet één ding niet vergeten, dat je gevoel net zo onbetrouwbaar en wispelturig is als het weer. Ja, het ene moment voel je je fijn en prettig en is er niks aan de hand. En het volgende moment kan er een donderbui losbarsten en komen er allerlei nare en boze gevoelens in je. Wat dat betreft zijn je gevoelens en het weer hele wispelturige baasjes die ook heel erg onbetrouwbaar zijn. Stel je voor als je altijd op je gevoel zou afgaan, als je naar school zou gaan of als je je huiswerk moest maken, als je dat alleen maar zou doen wanneer je er zin in had, nou, dan denk ik dat je op je 30ste jaar je diploma nog niet in je zak had. Nee, zo moet het dus niet. Je moet dus niet je gevoelens de baas laten zijn. Maar ja, hoe moet het dan wel? Nou, je moet zelf de baas in huis blijven. Jij bent degene die ervoor moet zorgen dat je gedachten zich alleen maar met goede dingen bezighouden. Zodat je gevoel ook goed wordt. Dan wordt je gevoel een enorme hulp om het goede te doen. Maar hoe kom je nu zo ver, denk je misschien? Want zo gemakkelijk is dat niet met al die dingen in de wereld die je gedachten en die je gevoelens willen beïnvloeden. Nou, dat is ook zo. Alleen ben je ook niet sterk genoeg om dat aan te kunnen. Daarom heb je de Heer Jezus nodig. Want met Hem samen ben je sterker dan al die dingen die van buitenaf op je aanvliegen en die proberen jouw gedachten en jouw gevoelens te beïnvloeden. Je moet vragen of de Heer Jezus je leven binnenkomt. Want moet je eens kijken wat er dan gebeurt. Kijk, zo gauw je jezelf aan de Heer Jezus overgeeft, dan komt zijn geest, de Heilige Geest, je leven binnen. En die verbindt zich dan met jouw geest. Dat merk je, want nu leer je de Heer Jezus echt kennen. Je hebt contact met Hem. En je beseft dat je bij Hem hoort. Nu is Hij de baas over je. En dat is fijn, omdat Hij van je houdt. En weet wat het beste voor je is. En samen met Hem is het nu mogelijk om je gedachtenleven op orde te houden. En dat heeft dan ook een sterke invloed op je gevoel.
Er komt liefde, blijdschap en geduld. En dat beïnvloedt natuurlijk ook je doen en laten. Dat kan niet anders. Maar de wereld zit ook niet stil intussen. Die zal zijn uiterste best blijven doen om jouw gedachten en je gevoel sterk te beïnvloeden. En omdat je natuurlijk gewend was om te luisteren naar wat je gevoel zei of te doen wat je gedachten binnenkwam, zal er natuurlijk al een poosje overheen gaan voordat je geleerd hebt om te doen wat de Heer Jezus zegt. En voor die keuze sta je dan elke keer. Moet ik nou doen wat mijn gevoel zegt? Moet ik doen wat er mijn gedachten binnenvliegt? Of moet je doen wat de Heer Jezus zegt? Nou, ik zal je laten zien hoe dat gaat. Stel je voor dat jij nu hetzelfde briefje zou krijgen als Willy. Wat zou er dan bij jou van binnen gebeuren? Het begint natuurlijk hetzelfde. Je gaat bedenken wie dat wel gedaan zal hebben. En als het antwoord bekend wordt, komt je gevoel in actie. Kijk, en dan sta je voor de keus. Luister je naar wat je gevoel zegt of luister je naar de Heer Jezus? Je ziet wel dat het dan nog steeds heel makkelijk is om nu toch de verkeerde keus te maken en als een onveranderd mens te blijven leven, ook al hoor je bij de Heer Jezus. Maar het is de bedoeling dat je nu gaat leren om te doen wat Hij zegt en je niets aan te trekken van je gevoel. Hij zegt namelijk: heb je vijanden lief. Zijn woorden hebben een enorme kracht. En als je die op je gevoel laat inwerken, dan ga je echt van anderen houden. Dan word jij niet meer beïnvloed door wat de mensen om je heen doen, maar dan krijg je zelf een goede invloed op hen, door de Heere Jezus. Ik hoop dat je het allemaal nog een beetje kon volgen, want het was wel een klein beetje ingewikkeld deze keer, dat moet ik eerlijk zeggen. Maar het is genoeg als je maar één ding onthoudt. Dat is: laat je niet leiden door je gevoel, maar laat je leiden door de Heer Jezus. Je gevoel is net zo onbetrouwbaar als het weer. Maar als de Heer Jezus de leiding heeft, dan komt het met je gevoel vanzelf in orde. Want dan gaat je gevoel anders werken.